Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal en welkom bij deze nieuwe food review. Voor de mensen die het niet weten, Sinterklaas is gisteren in het land gekomen. Ik heb zelf naar de intocht gekeken. Ik moet zeggen, ik vond het hartstikke leuk. Sinterklaas intocht is ook eigenlijk nog een van de weinige dingen die ik echt aan het feest leuk vind. En ik heb ook gisteravond mijn schoen gezet en ik heb gevraagd om een paar nieuwe ideeën. En ik kwam daar vanochtend en daar zat dit in. Ja. Misschien zien jullie niet direct wat het is. Dit zijn pepernoten. Ik heb vier verschillende zakken en ik ga vandaag voor jullie deze pepernoten met vrij bijzondere smaken uittesten. Oké, ik maak deze open. Hier staat dat het bananensmaak is. Oké, eens even kijken. Zo. Nou, hij ziet er zo uit. Volgens mij ziet hij er gewoon uit als een normale pepernoot met melk of puur of wit chocolade eroverheen. Hij ruikt in elk geval wel naar pepernoot. Ik ruik geen banaan. Eens kijken. Hij proeft wel naar banaan. Hij proeft wel naar banaan, maar hij proeft niet naar normale banaan. Niet meer naar van die schuimsnoepjes van de Haribo. Oké. De volgende. Dit zijn deze. Het is karamel en zeezout. Ik maak hem open. Nou, hij ziet er zo uit. De kleur is wel karamelachtig. Hij ruikt in elk geval wel naar karamel. Hier ruik ik iets minder de pepernoten. Oké. Je hebt vrij snel de karamelsmaak. En dat duurt wel eventjes en eigenlijk meteen daarna heb je de smaak van de zeezout. Dus dat is, ja, best wel lekker. Nou, de volgende. Dat is sweet lime. Terwijl zoete limoen. Nou, hij ziet er zo uit. Groen. Oké. Ik weet niet wat het is, maar om een of andere reden ruikt deze naar toiletluchtverfrisser. Ja, hij ruikt wel iets naar limoen. Deze proef ik eigenlijk alleen maar chocola en kruidnoot. Ik proef niet echt. Ik proef het niet zoet, maar ook niet echt heel erg zuur. Dus nee, ik vind niet dat deze aan de verwachtingen voldoet. Nou, dan heb ik de laatste. Dat zijn deze blauwe. Dat is bubblegum smaak. Misschien kunnen we ze wel opblazen. Nou, scheven af op de binnenkant van de zak. Kijk maar. Oké. Nou, zo ziet hij eruit. Oké. Hij ruikt in elk geval wel naar bubblegum. Hij ruikt naar... ja, je hebt die Bubblicious bubblegum in die roze verpakking. Waarom ze het dan blauw hebben gemaakt, weet ik ook niet. Ja, proef maar. Hij proeft echt wel lekker. Ik proef de bubblegum. En dat overheerst ook een heel klein beetje de
smaak van de kruidnoot, maar niet zo heel erg dat je de kruidnoot niet meer proeft. Dus ja. Nou, uiteindelijke uitslag. De banaan, de karamel en de bubblegum zijn geslaagd. De sweet lime heeft het helaas niet gered. Die krijgt van mij een onvoldoende. Nou heb ik nog een vraag aan jullie. Welke van deze vier smaken zou jij zelf willen proberen? Als je zelf nou nog een idee hebt, dan zou ik zeggen, stuur dat in, zet het in de comments. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Tot ziens!